Wat hebben wij met elkaar een fantastisch seizoen achter de rug. De verwachtingen waren niet echt hoog gespannen aan het begin van het seizoen, wel een plaatje in de play-offs, als we dat maar zouden bereiken. Maar wat wij dit jaar gezien hebben, dat is dat Helmond Sport een team heeft. Helmond Sport is net niet gepromoveerd naar de Eredivisie. Toch werden de spelers op het kasteel in Helmond door burgemeester Fons Jacobs gehuldigd. Bevordert u dat niet mee het zesjescultuur, want we zien het met FC Twente, we zien het met het Nederlands elftal. Wat voor cultuur noemt u dat? Zesjescultuur. Een zesjescultuur? Ja, maar jongens, vroeger was ik blij jongens met zesjes, laten we dat vooropstellen. Maar deze jongens hebben gepresteerd voor een 8 en 9. Als je kijkt met welke begroting deze club het moet doen en wat ze dan op het veld neerleggen, dan zeg je jongens, dat is toch fantastisch. Promotie naar de Eredivisie zou de gemeente extra geld gaan kosten voor onder andere extra veiligheidsmaatregelen. Nu is dat dus niet nodig. Maar daarom is Jacobs nog niet blij dat Helmond in de Jupiler League blijft. Nee, helemaal niet. Ik vind dat als je op het veld staat moet je winnen. Als je die wil niet hebt om te winnen, dan moet je eraf blijven. En ik vind dat ze uitstekend gepresteerd hebben. Goed gespeeld. Excelsior was helaas een maatje te groot. Maar ze hebben echt geweldig hun best gedaan. Nu gaan ze het komende seizoen alles winnen? Nee, dat denk ik niet. Ze moeten weer opnieuw een elftal in elkaar sleutelen. Een aantal jongens zetten een volgende stap in hun carrière. Dus ik verwacht dat ze toch maar 5, 6, 7 nieuwe spelers moeten komen. Om die in te passen is op zichzelf al een hele prestatie. Maar ik hoop wel dat ze dit aantrekkelijke voetbal blijven spelen. Want het was leuk om naar te kijken. Een verdiende schaal aanbieden. Daar staan op, aangeboden aan Helmond Sport door de gemeente Helmond. Voor de prachtige sportprestaties seizoen 2010-2011. En die wil ik jou graag overhandigen als symbool van blijk dat wij vinden dat in een schaal, maar zeker deze, door de vereniging van harte is verdiend. Proficiat ermee en ik hoop nog een gezellige middag te hebben.